doodstille dorpje aan de voet van een vulkaan in Italië wil ik graag een klein stukje voorlezen uit mijn nieuwe boek De Vulkaan. Het gaat over een arme sloeber, een wijnliefhebber, die plotseling een wijndomein erft in een slaperig Frans dorpje. Hij wordt verliefd op het dorpje, probeert de burgemeester van te worden, dat lukt. En dan ontdekt hij een slapende vulkaan. En met die vulkaan gaat hij proberen dat dorpje te redden. Ik ga nu een klein stukje voorlezen. Dat gaat toch niet? Nou ja, koop dat boek zelf, maar het ligt nu in de winkel. En het is hartstikke leuk. De vulkaan. Wat een klopping uit de klokken zetten.